Op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum vond woensdag de allerlaatste reunie plaats van de Engelandvaders. De allerlaatste, tenminste. In 2014 vond hij ook al eens plaats en ook al was toen prinses Beatrix aanwezig. Het is een erenaam, Engelandvaders. De mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog het bezette gebied konden ontvluchten, in Engeland aankwamen en vanuit daar de geallieerden gingen helpen. De grote vraag was hoeveel Engelandvaarders er aanwezig zouden zijn op deze allerlaatste reunie. Het waren er uiteindelijk 10 van de nog zo'n 40 overlevende Engelandvaarders. Vanwege hun hoge leeftijd heeft een groot deel dus verstek moeten laten gaan. Ook weduwen, kinderen en kleinkinderen van Engelandvaarders waren aanwezig, waardoor het gezelschap toch nog best groot werd. Onmiddellijk een berichtje dat zij erbij moeten zijn. En ik heb al bedacht dat als u er weer bij bent, dan geven ze mij een berichtje. Als ik u weer ontmoet. Hartelijk toegewenst een fijne dag met al die Engelandvaarders waarvan u weet. Net als bij die vorige laatste reunie waarbij prinses Beatrix aanwezig was in 2014, werd ook nu weer een groepsfoto gemaakt. Maar alle aanwezigen zijn de 90 inmiddels ruim gepasseerd. Normaal gesproken komt prinses Beatrix pas naar buiten als iedereen klaar staat voor de groepsfoto. Maar in dit geval duurde dat net even iets langer. In 1969 werd het genootschap van de Engelandvaarders opgericht, met als doel om het contact tussen hen te bewaren. Sindsdien werd jaarlijks een reunie voor hen uit het binnen- en buitenland georganiseerd. 4 jaar lang was het nu een laatste reunie, maar dit is daadwerkelijk de laatste reunie. Er is besloten om het genootschap per 31 december dit jaar op te heffen. Je kan, Bob, ze kunnen ook iets opschuiven hoor, dan is het veel simpeler. Ja, gaan nu wel boven.
En zo nam generaal-majoor buitendienst de heer Hemmes, voorzitter van de Stichting Genootschap Engelandvaarders, afscheid van prinses Beatrix.